Hey traders, standaarddeviatie, weer zo'n belangrijk onderwerp voor de optiehandelaar. Want inmiddels weten we dat opties verkopen een grotere kans op slaag heeft dan opties kopen. De vraag is alleen, welke opties moeten we dan verkopen? Nou, standaarddeviatie helpt ons die vraag te beantwoorden. En als je het over standaarddeviatie hebt, kom je vroeg of laat uit op dit plaatje. In het Engels wordt dit de bell curve genoemd. Het ziet er inderdaad uit als een klok. Het is de weergave van een zogenaamde normale distributie. Het laat zien hoe gegevens zijn gedistribueerd of verdeeld rondom het gemiddelde. Nou, wat kunnen gegevens nou zijn? Dat kan bijvoorbeeld de temperatuur in Nederland of België zijn, gemeten over de afgelopen 25 jaar, of het IQ van mensen. Mensen met een gemiddeld IQ bijvoorbeeld, die zullen zich in het middelste gedeelte bevinden. En die mensen die komen het vaakst voor in een verzameling. En mensen met een heel laag en een heel hoog IQ, die komen in het gebied ernaast voor. En mensen met een extreem laag en extreem hoog IQ, die vind je helemaal aan de uiteinden. Die mensen kom je zelden tegen. Nou, op dezelfde manier zijn ook de koersen van aandelen verdeeld. Omdat hele abstracte idee van verdeling rondom een gemiddelde te verduidelijken, eerst even weer een concreet voorbeeld. Dat praat altijd wat makkelijker. Dus laten we er eens van uitgaan dat ik een schoenwinkel heb waar ik dit soort herenschoenen verkoop. Nou, de vraag die is nu, welke maten moet ik het meest op voorraad hebben? Ik wil namelijk niet met een voorraad onverkochte schoenen blijven zitten. Nou, en om daarachter te komen moet ik eigenlijk van elke man in mijn stad, waar ik mijn winkel heb, de schoenmaat meten. Dus, dat ga ik doen. Ik ga met mijn centimetertje op stap en 's avonds aan de keukentafel ga ik al die maten die ik heb opgemeten in kaart brengen en in een grafiek zetten. Nou, en wat blijkt, als ik maar genoeg data heb verzameld, dus genoeg schoenmaten heb opgemeten, dan kom ik uit op de klokvorm. En wat vertelt die klokvorm mij? Nou, in dit geval vertelt hij mij dat ik het vaak schoenmaat 43 heb gemeten. Het hoogste punt in de grafiek, het gemiddelde. Dus van alle mannen die je in de omgeving van mijn winkel tegenkomt, is de kans dat ze maat 43 hebben groter dan dat ze maat 45 of 46 hebben. Dat is wat de grafiek mij vertelt. Binnen het donkerblauwe gebied vallen de schoenmaten met één standaard deviatie, zoals dat heet. Dus één standaard afwijking van het gemiddelde van schoenmaat 43. Dat zouden bijvoorbeeld de maten 42 en 44 kunnen zijn. En die komen in ongeveer 68% van alle resultaten voor. Dus twee keer die 34,1%. In de iets lichter gekleurde gebieden daarnaast komen links de maten 40-41 voor en rechts de maten 45-46. Die vormen de standaard 2 deviatie. En samen vormen die 27,2% afgerond 30%. Dus die wijken wat verder af van het gemiddelde. En helemaal aan de uiteinde vinden we dan de maten 38 en 39 links en 47-48 rechts. Die vormen de 3 standaard deviatie en wijken het meeste af. Oftewel, die komen het minst vaak voor. Dat zijn de grote uitzonderingen. Nou, nu ik die gegevens heb, weet ik ook van welke schoenmaten ik het meest bij mijn leverancier ga inkopen. Dat is de maat 43 en ietsje minder de maten 42 en 44. Maar van de maten in de extreme gebieden, daar koop ik misschien maar één paar in of helemaal niet. Dan zeg ik wel tegen mijn klant, uw maat moet ik even bestellen. Kom morgen maar terug. Nou, waarom is het begrip standaarddeviatie nou zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat dat ons iets vertelt over de waarschijnlijkheid dat iets gebeurt. Als ik nou al mijn meetgegevens op een hoop gooi, dan is het waarschijnlijker dat de maten 42 tot en met 44 voorkomen dan de maten 38 of 48. En het leuke is, wat voor schoenen geldt, of voor het IQ van mensen of de temperatuur in een bepaald land, dat geldt ook voor de aandelenmarkt. De koersen ervan zijn ook normaal gedistribueerd in dat gebied van één standaard deviatie. Dus de meeste aandelen zullen in 68% van de gevallen
normale koersbewegingen rondom het gemiddelde maken. Dat is dat wit gearceerde gebied. En aandelen die in het buitengebied zitten, dat zijn van die aandelen die van 75 cent naar uiteindelijk $500 gaan, of andersom van $500 naar 75 cent. Dat zijn de uitzonderingen. Nou, je kunt naar alle aandelen kijken als je het hebt over distributie, maar je kunt ook naar de koers van een enkel aandeel kijken. Als we nou zoveel mogelijk data, oftewel koersen, hebben verzameld van een aandeel in het verleden, in dit geval is dat GLD, goud, dan kunnen we op basis daarvan een voorspelling doen hoe groot de kans is dat het aandeel binnen een bepaalde range zal bewegen. In 68% van de gevallen zal een aandeel binnen de range van 1 standaarddeviatie blijven. Het wit geasseerde gebied weer. Nou, hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe onzekerder natuurlijk alles wordt en hoe groter de kans op uitschieters. Nou, nu wordt het pas echt leuk, want als wij de prijsrange weten waarbinnen een aandeel de komende periode waarschijnlijk zal bewegen, dan kunnen we ook optiestrategieën opzetten met een door onszelf gekozen kans op succes. Want laten we zeggen dat ik een put-optie zou willen schrijven met 3 maanden looptijd. Dan wil ik het liefst buiten het gebied van die ene standaard deviatie blijven. Want ik wil niet dat mijn optie in de money komt. Nou, hoe doe ik dat? Nou, het is nu februari en dan kijk ik in mijn brokerplatform en daar kan ik een profit probability kiezen van in dit geval 87%. Nou, dat komt aardig in de buurt van die 85%. En linksboven zien we dat dat overeenkomt met de mei 120 put. Nou, en voor die put, om die te schrijven, ontvang ik $60. En die 120 put, dat zou het niveau zijn van de stippellijn. Dus net buiten die ene standaard deviatie. En dat is precies wat we willen. Nou, kan je nou voor een nog grotere slagingskans kiezen? Met andere woorden, kan je voor nog minder risico gaan? Ja, natuurlijk kan dat. Dan zou ik bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een slagingskans van 96%. En dat zou overeenkomen, zoals je hier ziet, met de mei 115 put. Dus daarmee gaan we nog iets verder weg van de koers. Alleen, we ontvangen wel minder credit, $22. Terwijl we voor de 120 put $60 ontvingen. Dus je ziet, markten zijn wat dat betreft efficiënt. Hoe meer risico je bereid bent te lopen, hoe meer credit je ontvangt om voor dat risico gecompenseerd te worden. Nou, als we weten dat de koers van een aandeel meestal binnen die ene standaard deviatie blijft, dan willen we opties verkopen die daar buiten blijven. Dus links als we puts verkopen en rechts als we calls willen verkopen. Telkens met 13,6% afgerond 15% kans dat onze opties in de money raken. Met andere woorden, 85% kans dat dat niet gebeurt en dat wij de premie die we hebben ontvangen mogen houden. Dus door het kiezen van de juiste strategie kan je de slagingskans naar je hand zetten. Als we consequent kiezen voor opties met een 85% slagingskans. Nou, oké, dan zullen er natuurlijk altijd verliestrades zijn, maar die zullen maar 15% van alle trades uitmaken. Als we het over een langere periode bekijken, is dat natuurlijk zo. Kijk, als je de eerstkomende 10 of 20 trades gaat bekijken, ja, dan kan het zijn dat die op een rij allemaal losers zijn. Maar over een langere tijd gemeten, zullen alle trades die je doet richting het gemiddelde gaan. En dus die 85% slagingskans vertonen. Nou, nu zijn er wetmatigheden op de beurs die wij in ons voordeel kunnen laten werken. De eerste is dat impliciete volatiliteit bijna altijd wordt overdreven. Met andere woorden, opties zijn vrijwel altijd te duur geprijsd. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dan kijken we even naar de volgende grafiek. Dit is de Dow Jones, waar de impliciete volatiliteit en de historische volatiliteit op weergegeven zijn. Nou, en wat zie je? De impliciete volatiliteit, dat is dat blauwe lijntje, en de historische volatiliteit, de groene. En het blijkt dus dat de impliciete volatiliteit bijna altijd hoger is dan de historische. Nou, er zijn natuurlijk uitzonderingen. In 2009, tijdens de kredietcrisis, was even de historische volatiliteit hoger. Maar meestal
is die impliciete volatiliteit die wordt hoger ingeschat dan dat die achteraf blijkt te zijn. Nou, het tweede is dat een hoge IV, een hoge impliciete volatiliteit, meestal snel wordt opgevolgd door een dalende. Dus zo'n hoge IV blijft nooit heel lang heel hoog. En dat kan je hier zien, die kwam al in een eerdere les aan de orde, de VIX. Je ziet dat de IV omhoog schiet vaak, in pieken gaat hij omhoog, om daarna ook weer heel snel te dalen. Dat is een belangrijk gegeven ook. En het derde gegeven is dat koersen, dat zagen we net, in 68% van de gevallen binnen de range van 1 standaard deviatie blijven. Dus ik denk dat de conclusie gerechtvaardigd is, namelijk dat je opties moet verkopen met een 85% slagingskans. Je krijgt namelijk vette premies. Als de IV hoog is, dan zijn de premies opgeblazen. De IV daalt meestal ook weer snel, dus je kan die opties die je hebt verkocht goedkoper terugkopen. En de statistiek werkt in ons voordeel. Dus als we maar steeds dezelfde setup hanteren met dezelfde kans van slagen, dan gaat dat uiteindelijk in ons voordeel werken. Je vraagt je bijna af wie er nog in aandelen wil handelen. Maar goed, oké, tot zover standaard deviatie.